mij was het altijd een droom om, om de wereld te kunnen zien met dans. En die droom is uitgekomen. Ik zie het echt als een soort van reis of zo. Ik heb vanaf kleins af aan al echt een ziekelijke discipline. Als je dit wil doen, dan is er gewoon volle focus nodig. Voor mij is een battle altijd meer voor mezelf. En als ik verlies, dan kijk ik altijd mezelf aan. Maar ik probeer altijd wel te kunnen genieten en daardoor mezelf meer te laten leiden door de muziek. En als ik win, dan is dat alleen maar een soort van beloning. Maar nooit een moment dat ik dan ga denken, ik ga achterover liggen. Dan is het juist weer ook extra motivatie om te trainen. Dus hoe dan ook, ik ga gewoon trainen.